Yo mensen en tof dat ik eigenlijk een gloed nieuwe video. Vandaag heb ik de Receive Your Next Objective Challenges in Fortnite voor jullie. En de ongeveer de Nederlandse vertaling. Zeg ik dat goed? Ja, ongeveer de Nederlandse vertaling van Receive Your Next Objective is voltooi je volgende doelstelling. Maar ik zat net heel veel aan mezelf te twijfelen of ik het wel goed uitsprak. Maar volgens mij spreek ik het wel goed uit. Dus de Nederlandse vertaling van Receive Your Next. Kijk, dat zijn wel moeilijke Engelse woorden achter elkaar, maar ik ga mijn best doen om het uit te spreken. De Nederlandse vertaling van Receive Your Next Objective is voltooi je volgende doelstelling. Dat betekent ongeveer voltooi je volgende doelstelling in het Nederlands. Gaan we nu door naar het eerste punt van deze video. Om mijn volgende doelstelling te voltooien. Want Receive Your Next Objective betekent ongeveer in het Nederlands voltooi je volgende doelstelling. Maar dat heb ik al uitgelegd en ik hoop dat jullie het begrijpen. Vinden jullie deze video's nou tof? Doe dan even een blauw duimpje omhoog, like, abonneer, zet een belletje aan als je geabonneerd bent. En dan ben ik nu onderweg naar het eerste punt om te laten zien hoe jullie het eerste punt kunnen halen van deze doelstellingen. Zo, dat waren veel woorden, maar ik hoop dat jullie het snappen. Want ik ben bijna bij het eerste punt, dus kunnen jullie bijna zien wat jullie moeten doen als jullie het eerste punt hebben gehaald. Mocht je Fortnite spelen. We gaan naar deze drie punten om de volgende doelstelling te voltooien. Eerst moet de stem die je nu hoort moet eerst uitgepraat zijn. En dan gaan we nu door naar het volgende punt. Want de stem die je net hoorde is uitgepraat. En dan gaan we inderdaad nu doorlopen naar het volgende punt. Om te kijken wat we bij de volgende doelstelling moeten doen. Want eerst gaan we naar dit punt. Dan gaan we naar nog een punt. En dan gaan we naar nog een punt. En dan hebben we de volgende doelstelling vrijgespeeld. Dus we moeten nu naar drie punten om de volgende doelstelling vrij te spelen. En ik ben nu bijna bij het eerste punt. Want hier ergens zit het eerste punt. Hier achter zit het eerste punt. Kijk, hier is het eerste punt. Gaan we nu door naar het tweede punt. Dat is waar ik nu heb gepinkt, oftewel waar ik nu heb gemarkt. Oftewel waar mijn blauwe streep staat. Want dat zeg je in Fortnite zeg ik ook wel. Ik kom even niet uit mijn woorden. Maar dat ik niet uit mijn woorden kom, dat heb ik wel vaker. Maar in Fortnite zeg je ook wel ping of marker. En daarmee bedoelen we dan, oftewel in dit geval bedoel ik dan, het blauwe streepje. Want dat blauwe streepje is mijn ping of mijn marker in dit spel. Hoe je het ook kan zeggen is, dat is mijn waypoint. En waypoint betekent wegpunt, oftewel het punt waar je naartoe moet. Want de Nederlandse vertaling van waypoint is wegpunt. En ik ga nu naar het wegpunt waar ik naartoe moet. En dat is dus dat blauwe streepje. En inderdaad, zoals ik net ook al uitlegde, waypoint betekent in het Nederlands wegpunt. En hier ga ik even uit de auto stappen, want hier kom ik langs allemaal guards. En die guards die gaan, als het goed is, zometeen op mij schieten. Dus ik moet een beetje snel zijn om het tweede punt te halen. En dan gaan we mijn waypoint, oftewel mijn wegpunt, op een andere plek zetten om de derde locatie te halen, want hier is de tweede locatie. Dan gaan we nu door naar de derde locatie. Eerst moet ik even hier weg, zodat ik niet dood ga. En dan zet ik nu mijn waypoint, oftewel mijn wegpunt, op de derde locatie. En dan gaan we na deze derde locatie de volgende doelstellingen voltooien. Want na deze derde locatie hebben we weer het volgende doelstelling, oftewel na deze derde locatie hebben we weer de volgende doelstelling vrijgespeeld die we kunnen halen. Moet ik wel eerst naar de derde locatie toe. Want de derde locatie zit hier ergens. Hier ergens is het derde punt en het derde ding die ik nodig heb voor alles te voltooien. En de volgende doelstelling te kunnen doen.
Moet ik wel even zoeken waar die zit. Natuurlijk. Maar als we hem hebben gevonden, dan kunnen we door. En dat is letterlijk 3 meter van me vandaan. Dat punt waar ik heen moet. Alleen, ik kan het niet vinden. Waar moet ik heen? Waar moet ik heen om het derde punt te vinden? Ik kan het niet vinden. Ik heb het al gevonden. Oh, die zat dus blijkbaar daar in de buurt. Daar waar ik er net vanaf sprong, daar zat het. Daar zat het derde punt. Gaan we nu door naar de volgende doelstellingen. Want die kunnen we hier vrij spelen. En dat is die kant op vliegen. En dan zijn we bij de volgende doelstellingen. En dan zijn we na al deze doelstellingen ook alweer bijna aan het einde van deze video. Want het is potje nummer 2 die we hier nu net in zijn gegaan. En ik heb het in 2 potjes kunnen halen. Dat is wel vrij goed en vrij snel. En dan gaan we nu door naar de tweede. We gaan nu door naar het eerste punt in het tweede potje. Dat wou ik zeggen. Maar het kwam er niet heel soepel uit. Zoals jullie wellicht al wel horen. Maar het kan gebeuren. Dat heb ik wel eens. En dit is het tweede. Nee, niet het tweede punt. Dit is het eerste punt in het tweede potje. En dan gaan we nu doorzoeken naar de rest waar ik heen moet. Dat is daarachter. Gaan we 1 punt, oftewel 1 ding zoeken. En dan hebben we deze doelstelling ook weer vertooid. Dat schip wat je daar in het water ziet liggen, daar moet ik heen voor mijn tweede punt in dit potje. En dit is het tweede punt wat ik nodig heb. Gaan we nu door naar het derde punt in dit potje. Oftewel het derde punt in het tweede potje gaan we nu heen. Dat is daar. En daar hebben we ook weer 1 ding van nodig. Dus je kan 1 van die 3 locaties die je net zag, kun je uitkiezen om heen te gaan. En dan kun je daar het volgende punt halen voor je volgende doelstelling. En naar het punt waar ik heen ga, is het punt waar mijn waypoint, oftewel mijn wegpunt, nu staat. Die locatie heb ik uitgekozen van de 3 locaties waar ik heen kan om mijn volgende doelstelling te halen. Het is wel weer even lopen, in dit geval zwemmen, maar het is wel weer een heel eindje weg. Maar daar zijn we zo, dat komt goed. Het is gewoon even wat sneller doorlopen met mijn poppetje, zoals je hier ziet, even rennen. En dan komen we vanzelf wel heel snel bij het punt waar ik heen moet voor mijn volgende doelstelling te halen. En mocht je Fortnite spelen, dan kun je deze video ook gebruiken om je challenges, oftewel je doelstellingen van deze week, te voltooien. Dat kan, inderdaad. Zoals ik net al zei, mocht je Fortnite spelen, dan kan je deze video gebruiken om je challenges, oftewel je doelstellingen, te voltooien van deze week. Want deze zijn de doelstellingen van deze week. En hier hebben we het derde punt van de video. Derde punt van het tweede potje gehaald, zou ik zeggen. We hebben hier dus nu het derde punt van het tweede potje gehaald. En dan gaan we nu door naar het vierde punt van het tweede potje. En even wachten tot... Wacht heel even hoor. Ik wou zeggen even wachten tot die stem is uitgepraat. En daar wacht ik net op. Daarom zei ik net heel even niks. Maar die stem heeft net uitgelegd wat we bij het volgende punt moeten doen. Maar ik ga jullie nu ook laten zien wat... Zo, ik kom even niet aan woorden. Maar ik ga jullie nu ook laten zien wat ik... Ik kom echt even niet aan woorden. Dat kan gebeuren. Maar ik ga jullie nu ook laten zien wat jullie bij het volgende punt moeten doen als je Fortnite speelt om deze challenge te halen. En dan gaan we daarna weer door naar het volgende punt. Want dit moet je doen, wil je deze challenge halen.
Gaan we nu door naar het volgende punt. Eerst even wachten tot de stem is uitgepraat. De stem is uitgepraat, dus we kunnen door naar het volgende punt. En dan hebben we hierna volgens mij nog één punt. En dan hebben we het gehaald. Tenminste, ik dacht dat hierna nog een punt kwam. Het kan ook net zo goed zijn dat dit het laatste punt is. Maar dat weet ik even niet helemaal zeker. Maar dat gaan we zo zien. Of dit het laatste punt is of niet. In ieder geval, wat ik wel wil zeggen is... Als jullie deze video's tof vinden, doe dan even blauw mogen. Laat een abonneer en een belletje aan als je geabonneerd bent. En zoals ik dat ook. Zoals ik ook al een eerder. Ik kom even niet aan woorden, maar zoals ik ook al een eerdere video's heb uitgelegd, is als je het belletje aanzet, dan krijg je een melding van mijn video's in je inbox. En je inbox is een box op YouTube waarbij je. Waarbij je allerlei meldingen krijgt. Van mij, als je mijn belletje, als je het belletje van mijn kanaal aanzet, dan krijg je allerlei video's binnen van mij in je inbox op YouTube. Als je het belletje aanzet. Dat is, tenminste, wat ik wou zeggen was, als je video's van mij in je inbox wil hebben, moet je mijn belletje aanzetten van mijn kanaal. Moet niet, mag wel. Als je het wil, dan is het handig, want dan krijg je automatisch video's in je inbox van mij om te kijken als je het belletje aanzet. Dat is zeg maar het functie. Dat is zeg maar de functie van het belletje. Dan weten jullie ook weer wat de functie van het belletje is. En abonneren is gratis. Je kan abonneren en als je dan ineens denkt van ik wil toch niet meer abonneren, dan kun je gewoon ook weer unabonneren. Want abonneren is gratis. Je kan het abonneren en daarna kun je weer unabonneren omdat het gratis is. Ik hoop persoonlijk dat jullie wel geabonneerd blijven als jullie geabonneerd zijn. Maar het is jullie eigen keuze. Als jullie willen unabonneren, dan kun je altijd unabonneren. Maar dat hoop ik niet. Ik hoop natuurlijk wel gewoon op dat jullie altijd geabonneerd blijven als jullie het abonneerknopje en het belletje hebben ingedrukt. Maar zoals ik al zei, het is iedereen zijn eigen keuze natuurlijk. En hier moeten we verschillende wapens vinden en marken, oftewel pingen, oftewel zeg maar het waypoint, oftewel het wegpunt op het wapen zetten. En dan hebben we de laatste challenge gehaald, want dit is de laatste challenge van deze video. Dan wil ik jullie vast bedanken naar het kijken. Dat is niet echt goed Nederlands. Wat ik wil zeggen was... Dan wil ik je alvast bedanken voor het kijken. Niet na het kijken, maar bedanken voor het kijken naar deze video. Ja, zoals ik net ook zei, wil ik vast bedanken voor het kijken naar deze video. Dames en heren, doe verblijf mogelijk op neerzetten. Belletje aan als je geabonneerd bent. En dan gaan we hier even wat wapens upgraden, zodat we deze challenge kunnen halen. En dan heb ik eigenlijk zometeen nog maar één ding te zeggen. Jullie weten wel allemaal wat het is, maar toch. Zo sluit ik mijn video's af op die manier. En ja, dan wil ik je bedanken voor het kijken naar deze video. Doe blijf mogelijk om neer te hebben, belletje aan als je geabonneerd bent. En dan heb ik eigenlijk nog maar één ding te zeggen. We hebben alle challenges gehaald van deze video van deze week van deze doelstellingen. En dan heb ik eigenlijk nog maar één ding te zeggen. Dames en heren, zie ik je morgen gewoon weer terug bij een gloednieuwe video. En komt ie dan, want ik heb nog maar één ding te zeggen. Jullie weten allemaal wat het is en dat is de groeten. Thank you.